Dames en heren, hier naast mij staat Stefan den Aarde. Die heeft een boek geschreven, Buitenaardse beschaving. Voordat we hierover gaan praten, zou ik eerst Stefan den Aarde aan u willen voorstellen. Stefan den Aarde is een schuilnaam. Inderdaad. Hoe oud bent u? Ik ben 46. U bent getrouwd? Ik ben getrouwd. Ik heb 4 kinderen. Nederlander. Altijd in Nederland gewoond. Wat doet u? Waar verdient u uw brood mee? Ik ben directielid van een middelgroot bedrijf in het westen van het land. De reden dat wij hier staan, wij staan op Noord-Beveland. Achter ons ligt Schouwen-Duiveland, ertussenin ligt de Oosterschelde. De reden dat we hier staan is omdat in het eerste hoofdstuk van dit boek beschrijving wordt gegeven hoe u een ontmoeting hebt gehad met buitenaardse wezens die van een planeet komen die Iarga wordt genoemd. Die ontmoeting zou plaats hebben gehad toen u met uw schip, uw zeiljacht, voer op de Oosterschelde. Waarschijnlijk iets meer naar hier vlak voor, nee, iets meer naar die inderdaad, kant. Inderdaad, iets meer naar het westen toe van hieraf gezien, ja. Kilometer of 5. Mijn vraag is, hoe vond die ontmoeting plaats? Als een aanvaring tussen dit schip en een onder water liggend ruimteschip. Het is in feite een ruimtediscus die aardig voldoet aan de beschrijvingen zoals die van vliegende schotels worden gegeven. Botste dat die discus tegen uw schip op? Nee, het schip voer in de late schemer en liep op een onder water liggende discus. Die volkomen onder water lag, helemaal? Niet helemaal, maar in, wat er boven water stak was niet meer dan een vlakke plaat. En dat leek, was onzichtbaar in het donker. Wat gebeurde er na die botsing? Het bleek dat het schip niet meer los kon komen van deze discus. Achteraf bleek dat het een magnetische huidbeplating had. En er is een contact gekomen, een spreekcontact gekomen met de inzittende van deze discus. Ik heb gelezen dat u vervolgens 2 dagen lang boordevol informatie werd gestopt over de planeet Iarga. Inderdaad. In die 2 dagen heeft u zoveel informatie gekregen dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat het 2 aardse dagen is geweest dat u die informatie kreeg. Ja, De wijze waarop de kennisoverdracht, alles zoals dat in het boek beschreven is, geschiet, is op een andere, anders dan wij op aarde plegen te doen. Kennisoverdracht is namelijk materieel facet, geheugenfunctie. Dat is mogelijk om daar techniek bij te benutten. Zij kunnen geheugen, mutaties planten door middel van straling. Dat gebeurde als volgt. Je werd geplaatst voor een soort televisiescherm, zal ik maar zeggen, een scherm waarop beeld, 3-dimensionaal beeld was te zien. En daarop werd als straling, onhoorbaar en onzichtbaar, werd informatie geplant. Je hoorde wel een stem die losse woorden weer gaf, die alleen de aandacht vestigde op bepaalde details van het beeld. De hoogte, de breedte, de diepte, het verband tussen 2 zaken enzovoort. En was dat een normaal beeld zoals wij het kennen, met dezelfde snelheid van beweging of... Nee, het was een beeld wat totaal anders was. Het was alsof je door een raam naar buiten in de werkelijkheid keek. Hoe kwam de communicatie tot stand? Dat geschiedde met een, ik zal maar zeggen, luidsprekerinstallatie, dus via een elektrisch systeem, zoals wij dat ook kennen. Er was dus geen mogelijkheid om met deze wezens rechtstreeks te spreken. Dat is natuurlijk verklaarbaar met het verschil in frequentie. Zij praten op een heel andere golflengte dan wij, dus dat is onmogelijk. Zij gebruikten... Voor de spraken Engels, laat ik het even beginnen vast te stellen. Dat is de taal die ze uit onze draadloze informatie hebben opgepikt. Uit radio dus? Uit radio en tv neem ik aan, dat weet ik niet. Dat gaat via een vertaalmachine en die geeft dat weer door alle korte woorden met korte tussenpauzes weer te geven. En dat waren stemmen van aardse mensen. Bijvoorbeeld van een BBC News, nieuwslezer of zo? Ja, mannen en vrouwen hoorde je door elkaar. Je kon dus dat precies zo... je kon er precies horen dat er verschillende stemmen door elkaar heen... allemaal fragmenten van woorden, zelfs soms stukken van woorden... anders uitspraken. Het was duidelijk een mengeling van stemmen. Men heeft dus fragmenten van onze taal
vertaald. En die fragmenten staan dus kennelijk in die machine en kunnen op elk moment gereproduceerd worden. Zo, die indruk maakt het. Maar allemaal verschillende stemmen. Ging dat erg langzaam? Er was een pauze van een minuut tussen vraag en antwoord. Dus dat duurde vrij lang. Deze wezens zijn ongeveer 1,40 meter lang. En kleiner dan wij. Maar het grote verschil in afmetingen zit hem niet zozeer in de vorm van torso, armen en hoofd, maar in hun benen. Ze hebben veel kortere en zwaardere benen. Ze hebben een zeer merkwaardige dribbelende manier van lopen. En door de grote, relatief grote lengte van hun armen kunnen ze die ook gebruiken om hun evenwicht te bewaren als ze dreigen te vallen. Dat dribbelende lopen, bedoelt u hele korte pasjes? Hele korte pasjes. Zoals bijvoorbeeld een lilliputter loopt. Daar iets zou je ermee kunnen vergelijken. Ze hebben dus een totaal andere gelaatsvorm. In de eerste plaats hebben ze dus een veel zwaarder gepantserde schedel. Ze hebben een beenrichel midden boven het hoofd. Ze hebben een gleuf door hun voorhoofd. Waardoor de schedel de indruk maakt in twee compartimenten verdeeld te zijn. Ze hebben lange spitse oren. Dat is enerzijds wel begrijpelijk als u zich bedenkt dat in een hogere luchtdruk met hogere frequenties wordt gewerkt. In een hogere luchtdruk kun je met lage frequenties werken, omdat die te weinig draagwijdte hebben. Hun ogen zijn anders. Ze hebben geen iris zoals wij. Ze hebben een iets witte, gelige oogbol waarin een ruitvormige pupil zich bevindt. En de ogen liggen dieper in het voorhoofd, in het schedel. Beter beschermd door een zwaar overstekende wenkbrauwpartij. Ze hebben dus haar. Ze hebben weinig haar. Ze hebben een haar wat te vergelijken is met de vacht van een glad pelsdier. Het maakt dus de indruk dat het haren zijn die niet geknipt of geschoren hoeven te worden. Wat voor kleuren? Verschillende kleuren. Grijs, bruin, donkerbruin, grijs, zilvergrijs en wit. Een mengeling ook. Hebben ze tanden zoals wij? Nee, ze hebben kunstgebitten. Maar merkwaardigerwijs hebben ze die niet gemaakt in de vorm van hun originele tanden. Maar ze hebben gewoon naadloze witte strippen die als een schaar over elkaar heen gaan. En dat is dan weer efficiënter, want daar zitten geen kieren tussen waar voedselresten tussen kunnen blijven zitten en zo. Alles is daar geënt op het woord efficiency. Efficiency is daar een onderdeel van hun levensfilosofie. De kleding op Iarga heeft een andere functie, een andere betekenis dan bij ons. Bij ons draagt het stukje status uit, gewichtigheid, importantie, je wilt opvallen. Op Iarga is dat allemaal anders. Maar het meest essentiële is eigenlijk wel het feit dat ze daar veel minder waarde hechten aan de bedekkende functie van kleding. Het schijnt dat de temperatuurverschillen daar minder zijn dan bij ons, zodat dus kleding niet zo'n isolerende functie als bij ons nodig heeft. Kennen ze een schaamtegevoel dan? Naar mijn gevoel niet. Zoals het in het boek beschreven wordt, er wordt een strandscène in beschreven, wat feitelijk neerkwam op een beschrijving van een nudistenkamp. Zei dat ze wel kleding droegen, strandkleding, maar die had geen bedekkende functie. Ik heb het namelijk anti-kleding genoemd. Het was zuiver een warrelig patroon van wild uitgesneden textielfiguren met allemaal gebande constructies die eigenlijk geen bedekkende functie had, maar alleen maar een esthetische functie. Maar een Courage of een Dior zou er wel zijn brood kunnen verdienen. Had het de functie van aantrekking? Of? Aantrekking, ja. Dat zou misschien wel beter kunnen zeggen. Het had een beetje erotisch prikkelende functie. De erotiek, was die verschillend van de onze? Ja, ik geloof het wel. Het is namelijk zo dat je kunt zeggen dat het woord liefde bij hun een heel anders gerichte betekenis heeft dan bij ons. De liefde is daar tussen één man en één vrouw, is daar, wordt afgewezen. Tijdelijk wel, maar je moet variatie hebben. Er moeten mogelijkheden zijn voor ontplooiing door vele menselijke contacten. En men vindt daarbij het isolement van twee mensen die zich aan elkaar binden en dat ten eeuwige dagen elkaar trouw blijven. Vindt men dus ook om sociale redenen, om redenen van een maatschappelijke structuur, van een samenleving in die grote wooncilinders, vindt men ongewenst. Hoe woonden deze mensen op Iarga? Ja, dat was volstrekt anders dan wij doen. In de eerste plaats is dat veroorzaakt door een heel andere maatschappelijke en gezinsstructuur. Er is eigenlijk geen enkele vergelijking tussen Iarga en de aarde wat dat betreft mogelijk. Zij woonden in geweldige grote wooneenheden.
In feite een soort, aan de buitenkant zagen ze grote glascilinders, meer dan 300 meter in diameter, meer dan 100 meter hoog, met een groot koepeldak dat een tuin omsloot en die helemaal afgesloten was van de buitenlucht. Dat is natuurlijk ook weer een consequentie van de klimaatcondities. En in één zo'n unit woonden circa 10.000 mensen, individuen, dat wil ik maar gebruiken. In flatjes? Nee, er is daar een communestructuur. Men woont daar in groepen van circa 20 tot 25 personen samen. En, was dat een gezin? Dat was geen gezin, dat was een groep van 6, 7 paren met een aantal kinderen. Maar dat was heel verschillend. Het konden bij wijze van spreken ook oudere mensen zijn zonder kinderen. En dat konden jonge kinderrijke gezinnen zijn met meer, minder echtpaar en meer kinderen. Dat was dus, die vrijheid is daar een van de eerste kenmerken waar je mee geconfronteerd bent. De huizen zijn dusdanig doelmatig en efficiënt ingericht. Met een dusdanig ingewikkelde apparatuur die in deze woning is ingebouwd. Die dus mogelijk is, omdat het zulke grote units zijn, dat er is geen huishoudelijk werk meer te doen. Moeilijk te begrijpen. Afwas. Zij koken niet. Ze hebben dus een systeem van kant-en-klaar maaltijden. Dat uit kasten komt, of het vriezers zijn of iets anders, dat vermeldt het boek verder niet. Men schuift dat in een oven, gaat aan tafel zitten en eet met z'n allen. Wat vinden die Afghanen van ons? Hoe kijken ze tegen ons aan? Zien ze ons als een stel knutselaars die nog niet ver gekomen zijn? Ja, ik moet zeggen dat in het boek duidelijk beschreven wordt. Ze zien ons niet als een stelletje knutselaars. Zij erkennen gewoon dat de mensheid nog in een jongere evolutiefase is dan zij zelf zijn. Ze beschouwen ons dus als het ware als nog niet volwassen. En een ras dat dus pogingen doet om de volwassenheid te bereiken. Het is dus niet zo dat ze een soort snieren. Nee, dat is beslist niet het geval. Maar wel is het zo dat ze ons ernstig waarschuwen. Het boek bevat ook een ernstige waarschuwing. Dat bijvoorbeeld de vernietiging van de mensheid, wanneer die bijvoorbeeld door een atoomconflict zou plaatsvinden, dat niet alleen de materiële vernietiging zou zijn van het menselijke leven, maar ook van de onsterfelijke menselijke existentie. En dat is een heel moeilijk filosofisch te begrijpen punt. Zou u het kunnen uitleggen met een voorbeeld misschien? Nou, je zou dus kunnen zeggen, als we even in conventionele termen spreken, dat onze ziel gebonden is aan de levende generatie van mensen. Als dus de levende generatie van mensen niet meer bestaat, als de menselijke evolutie is stopgezet, dat wij dus met onze creativiteit niet meer omhoog komen, op dat moment is alle voorgaande creativiteit, want onze ziel is dan volgens hun een creativiteitsexponent, is stopgezet. Is dus van wat dus de Bijbel noemt, de eeuwige verdoemenis ingejaagd. De plantengroei, de flora, is die erg verschillend van de onze? Dat valt mee. Ik ben geneigd om te zeggen dat de verschillen minder zijn dan je eigenlijk je fantasie zou hebben verwacht. Ik heb het met Rudolf Das samen weergegeven in de illustraties. Je kunt zeggen dat ze zijn gebouwd op veel hogere windkrachten. Dat is eigenlijk het grote verschil. Hoge bomen zijn er niet. De stammen zijn veel verder uitgebouwd. En ze hebben eigenaardige ringvormige bomen die in een cirkel staan met een stam in het midden. En die helemaal naar buiten groeit, in de illustraties weergegeven. Alles gebouwd op veel zwaardere windkrachten, op zwaardere condities, zoals die Afghanen ook zwaarder gebouwd zijn, veel meer gespierd zijn als wij. Het hele landschap drukt dat uit. Hoe verplaatsen de Afghanen zich op hun planeet? Hoe is het verkeer? Dat is totaal anders dan bij ons. Wij bewegen ons voort op wielen of op vleugels. Maar de Afghanen die bewegen zich voort op polschoenen door holle magnetische railkokers. Ze hebben namelijk een verbluffend transportsysteem. Namelijk een systeem wat zich voortbeweegt zonder slijtage. Het is een railsysteem. En zij kennen railvoertuigen die wat weg hebben van onze treinen. Maar hun auto's bewegen zich, zijn tweeledig. Ze hebben een stukje grond weg vanaf de wooncilinders naar de hoofdverkeersader. Daar rijden ze op wieltjes, maar dat zijn hele kleine soort stepwieltjes.
Zodra ze bij die verkeersader zijn gekomen, klimmen ze in die rails omhoog en hangen ze aan poolschoenen op het dak. En zodra ze railvoertuigen zijn geworden, dan zijn het slijtagevrije systemen geworden. Maar met welke kracht bewegen ze zich voort? Elektriciteit, waarmee dus de magneetvelden worden opgewekt. Maar zij beheersen het magnetisme in een totaal andere wijze dan dat wij dat doen. Zij kunnen magnetisme opwekken zonder draden en spoelen en zo'n soort zaken. Het railsysteem, het algemene universele transportsysteem op die planeet, dat is frappant. Daar heb ik de moeite voor genomen om het dus helemaal na te rekenen. Ik heb overigens alle dingen die hij noemde, heb ik nagerekend. En dit railsysteem, rekening houden met stoppen en optrekken en van de rail afrangeren, kan 1.364.000 personen per uur vervoeren. Met andere woorden, in 10 uur tijd zou één zo'n transportbaantje heel Nederland kunnen evacueren. Dat is krankzinnig. Dat is een efficiëntie die ons gedachtenwereld eigenlijk verlaat. En dan realiseer je ineens van dat we technisch eigenlijk nog prutsers zijn. Dat is ook weer zo'n gekriebel die je over je rug krijgt. Want we zijn op het ogenblik nog helemaal aan het begin van een soort technische revolutie die misschien ons voorland wel eens zou kunnen zijn. Maar dan heeft hij potdorie in dat voorland gekeken.